Bij mij aangeschoven is Ron Peters. Want we gaan het hebben over Altijd Rijden. Ron, je bent van de Dorpsraad ook in Altijd Rijden. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een petitie aangeboden aan de wethouder van de gemeente Weert voor het behoud van de sociale... moeilijk woord. Behoud van de sociale cohesie in Altijd Rijden. Ja, cohesie, sorry. Ja, goed, inderdaad. In Altijd Rijden. Ron, vertel eens even. Wat houdt het precies in? Want we hebben het er al even over gehad. Want er is het een en ander gaande in Altijd Weert. Ja, wij zijn in ons kleine kerkdorpje ons dorpshuis kwijtgeraakt. Helaas heeft de voorlaatste ondernemer het moeten verkopen. Het is nu aangekocht door een projectontwikkelaar. Die de pol niet als horeca wil voortzetten, maar uiteindelijk als woningbouw. Mm-hmm. En daarmee zijn wij onze sociale ontmoetingsplek kwijt. Nou, we hebben in Altijd Rijden pas eens een nieuwe school gebouwd. Daar zijn we heel erg blij mee. Die is ook geschikt voor kleine sociale culturele evenementen. Maar niks waar bijvoorbeeld een eventuele horeca bij voorzien is. Dus dan krijg je dat een carnaval kan er niet gehouden worden. Maar de ruimte is ook niet zo groot dat bijvoorbeeld onze harmonie nog een concert kan houden. Nou, daar moeten we allemaal andere dingen voor organiseren nu. En dat maakt het allemaal extra moeilijk om te zorgen dat de sociale cohesie, het samen zijn van het dorp, het samenkomen van de mensen, dat we daar een goede plek voor hebben. Ja. Nou, en daar hebben we inmiddels al met een paar ambtenaren over gesproken, over ja, hoe moeten we daar nu mee verder gaan. En we hebben ook een petitie gehouden binnen ons dorp. We hebben in Altijd Rijden 1025 inwoners. En we hebben meer dan 50% respons gekregen op onze petitie. Mm-hmm. Die allemaal voor zijn voor de verstelling dat Altijd Rijden een sociale ontmoetingsruimte nodig heeft, waarin alle verenigingen ook al hun evenementen kunnen organiseren. Ja. En hoe zie je dat dan voor je grond? Moet er echt iets nieuws gebouwd worden? Of kan er bijvoorbeeld ook ja, ik noem even, als kijk naar een paar jaar geleden. Toen hebben de Heikenuiters het Prinsentreffen georganiseerd. Dat hebben ze in de sporthal gedaan. Zou dat bijvoorbeeld ook een optie kunnen zijn? Even hard op meedenken. Ja, die fase zitten we nu ook in. Eigenlijk in de bedenkingsfase van wat gaan we nu doen. Komende week hebben we een vergadering van de dorpsraad. Met het hele dorp. Waarin we ook graag daar de ideeën van het dorp horen. Mm-hmm. Kijk, het is niet een verzinsel van de dorpsraad. Maar het moet een verzinsel zijn van uiteindelijk van het hele dorp. En ja, de sporthal kan, maar ja, de sporthal met het Prinsentreffen, ja, daar komen 650 of 800 man komen daar. En dan is de sporthal goed gevuld. Maar ja, als wij een prinsenreceptie hebben of gewoon een feest, dan zitten er een 250, 300 man. En dan is de sporthal heel erg groot. Ja. Dus dan ja, is die ruimte is dan eigenlijk weer niet geschikt. Nou, de sporthal in Altijd Rijden beschikt niet over een scheidingsmuur. Maar het kan ook zijn dat we met de gemeente daar naartoe gaan kijken. Van kunnen we daar een scheidingsmuur gaan maken? Dat we het kleiner kunnen maken. Misschien moet er iets nieuws komen. Misschien moet er een aanbouw komen aan de school. Misschien moet er in de kerk iets gebeuren. Er kan van alles. Alle ideeën zijn open. Mm-hmm. En uiteindelijk zal er een plan moeten komen. En waar dat we dan eigenlijk ook samen met de gemeenschap en de gemeente moeten kijken hoe dat we daar vorm aan kunnen geven. Ja. Hebben jullie inmiddels een reactie ontvangen ook van, in dit geval dan, wethouder Steinbach? Nou, we hebben, het was een kennismaking van met wethouder Steinbach. Die is nu bezig met een ronde rondom alle dorp- en wijksraden van de gemeente Weert. Mm-hmm. Daarom was ze ook in Altijd Rijden. En daarmee hebben we daarmee besproken. En nou, wethouder Steinbach is op de hoogte van het dossier. Is ook op de hoogte van wat we met de ambtenaren reeds besproken hebben. En van daarmee neemt ze het ook mee. We hebben het ook gericht aan het college van BMW en ook aan de volledige gemeenteraad. Dus uiteindelijk zal het ook gedeeld moeten worden in de gemeenteraad. En willen we ook graag dat het, behalve dat het ambtelijk besproken wordt, dat het ook bestuurlijk besproken wordt. Om ook de voortgang in het project te houden. Ja. Dit jaar mogen we nog gebruik maken van de pol. Maar ja, hoe is het volgend jaar? En dan moeten we ook verder kunnen. Maar heb je het dan over dit jaar in de vorm van huidig seizoen? Om het dan eventjes op carnavalsgebied even door te trekken? Als we op carnavalsgebied krijgen, dan hebben we het huidig seizoen, mogen we nog gewoon gebruik maken van de pol. Mm-hmm. Maar waar dat de pol normaal gratis was, staat er nu gewoon een huurprijs tegenover. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk voor zo'n vereniging is dat een behoorlijke impact ja. op hun eigen financiën. Kijk, bijvoorbeeld de Harmonie wil graag een kerstconcert houden. Ja, dat doen we normaal in de pol met een beetje voorzieningen erbij. Dat iemand een pilsje kan drinken of een kopje koffie kan drinken. En nu gaat het naar de kerk toe. Omdat voor de Harmonie het niet op te brengen is om die huurprijs nog een keer te betalen. Nee. Ja, en daarmee zitten we, ja, of we moeten ondersteuning krijgen voor de verenigingen op financieel gebied. Zodat die huren betaald kunnen worden.
En anderzijds ja, moeten we ook gaan kijken van hoe kunnen we naar het volgende toe. Ja, want dat is denk ik voornamelijk het belangrijkste. Hè. Wat is het volgende? Je gaf al aan dat wethouder Staarmacht natuurlijk het hele dossier heeft gekregen. Maar wat was haar reactie erop dat dit nu zo speelt? Bij wethouder Steinbach is het ook, ziet ook de noodzaak. Zoals ook de ambtenaren waar we reeds mee gesproken hebben, die zien ook de noodzaak van het is geen zaak van dat we nu niet verder kunnen. Nee. Het vraagt te veel organisatiekracht. En daar is onze kleine kern heel erg goed in. We hebben afgelopen jaar een feest gehad van drie verenigingen die 50 jaar bestonden. Die hebben dan een prachtig feest neergezet. En dat laat ook de kracht zien van ons dorp. Maar dat laat ook de noodzaak zien dat we die plek nodig hebben. Ja. Waar dat we die verenigingen zichzelf kunnen ontplooien en kunnen ontwikkelen. En juist die sociale cohesie van het dorp, dat samen zijn, dat samenkomen, dat daar te kunnen houden. Ja. Waar ligt een beetje de verwachting voor jullie als dorpsraad? Ik bedoel, hoe moet het vervolg er ongeveer uit gaan zien? Wat verwacht je dat er nu gebeurt na die petitie? Nou, waar wij nu, in eerste instantie zullen wij, dat heeft wethouder Staarmacht ook aangegeven, zullen we eerst op ambtelijk niveau verder met een plan moeten gaan komen. Mm-hmm. Dus daar zit een stuk bezettingsschade in die we bekend moeten maken. Er zit wat de verenigingen ook moeten aangeven. Hoe vaak hebben die ruimte nodig? Wat heeft die ruimte nodig? Wat gaat daarin zitten? Uit daar zullen we uiteindelijk een plaatje uit moeten gaan maken. En van daaruit zal er iets ontwikkeld moeten worden. Waar dat dan ook voor gefinancierd en eventueel gebouwd of verbouwd of... Daar zal wat moeten gebeuren. Ja, het is allemaal natuurlijk niet van vandaag op morgen geregeld. Dat begrijpen wij ook. Als er nu iemand dit hoort of ziet. En die zegt van joh, ik heb misschien nog een goed idee. Of we hebben dit ooit eens meegemaakt. Dan neem ik aan dat een soort van hulp of een mogelijkheid natuurlijk wel welkom is bij jullie. Alle hulp die we hierin kunnen krijgen. Zij het op ideeën of op andere manieren dat wij gesteund kunnen worden. Of informatie of kennis. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. We hebben op dit moment de Facebookpagina. Daar hebben we apart iemand op zitten. Daar kan iedereen zich melden. We zijn een redelijk vers team in de dorpsraad. Dus wij zijn allemaal redelijk nieuwe krachten. Dus we zijn even aan het kijken hoe onze communicatielijnen het beste kunnen lopen. En op dit moment is dat voor ons nog Facebook. We hebben ook een website waar mensen zich op kunnen melden. Dus op die manier heeft iemand ideeën, hulp. Van harte welkom. Ja, kom er vooral mee door, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Zeker. Goed, we gaan het in de gaten houden, Ron. Ja, spannende tijden, maar wel goed dat er actie ondernomen wordt. En laten we hopen op een mooi vervolg. Laten we het in ieder geval met elkaar warm houden, dit. Jazeker, ja. Ook hartstikke fijn dat we hier vandaag ons woordje mogen doen. En daar het eigenlijk ook voor de hele gemeenschap van weer kenbaar kunnen maken. Dus hartelijk bedankt voor dat we onze input hier mochten leveren. Ja, graag gedaan. Daar helpen we heel graag bij. En ik hoop ook dat we hiermee een beetje mensen kunnen oproepen om... hier toch mee aan de slag te gaan. Want het zou mooi zijn als het allemaal behouden kan blijven. Het geldt overigens niet alleen voor jullie als Altijd Rijden, maar het geldt voor iedereen. Dus dat zou fantastisch zijn. Zeker. Ron, dankjewel voor je komst aan de studio. En we houden het uiteraard allemaal in de gaten. Ja. Hier hoor je thuis.